De opening van de Rabobank Schaatsbaan in Beverwijk 2019 is gedaan door Sharon Luyt. Sharon, dat was een hele eer voor jou, hè? Ja, zeker weten. Ik vond het echt ook heel leuk vooral om te doen. Het was een hele spectaculaire oefening. Was het een beetje moeilijk? Ja, het was wel redelijk moeilijk, maar dat hoort er natuurlijk wel weer bij. Maar de ondergrond is geen echt ijs, maar het voelt wel alsof... Het voelt wel anders, maar het is sowieso wel beter dan vorig jaar. Hoe kom je er zo bij om zo te kunstschaatsen? Toen ik 7 was, toen zag ik het op de Olympische Spelen en toen leek het me wel leuk. En toen ging ik het uitproberen. Ik begon in Alkmaar en zo ben ik doorgegroeid eigenlijk. Dus over een jaar of 6 zien we jou op de Olympische Spelen? Ik hoop het wel. Kees Ponsin, jij bent de initiatiefnemer. Ja, het wordt steeds professioneler en groter. Hoe bereik je dat allemaal? Nou ja, dat gaat eigenlijk niet vanzelf. Maar we hebben natuurlijk nu een stichting. En vanuit die stichting kunnen we het bedrijfsleven enthousiasmeren. En we hebben de Rabobank is nu de naamgever geworden van de schaatsbaan. En alles bij elkaar en ondersteuning van de gemeente kunnen we doorgroeien. Nou, het is perfect dat het initiatief een aantal jaren geleden zo aanslaat. Want het wordt steeds beter en mooier en heel veel meer deelnemers. Ja, maar dat is ook de reden dat we ook veel meer ondersteuning krijgen. En er zijn dat schoolschaatsen bijvoorbeeld. We hebben vorig jaar uurtjes extra moeten vrijgeven om alles op te kunnen vangen. Er zijn nu dit jaar 1600 schoolkindertjes die allemaal gratis schaatsen. Ja, dat is dan mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, de KNSB, Patina en Buco. En dat zijn natuurlijk ook mensen die de schaatsbaan een warm hart toedragen. Zodat wij vanuit die stichting het goed kunnen organiseren. Jullie zijn zelfs de weergoden de baas, want dat maakt niet meer uit wat voor weer het is. Met name dat de tent nu helemaal dicht is met glas. De glaswand zijn we de regen kwijt, maar vooral de wind. Want als de wind over de ijsbaan waait, dan gaat die smelten. En dan schaatsen die kindertjes in het water. Dus dit is het, moet je maar kijken hoe mooi die kwaliteit is nu. Het kan niet beter. Nou Jesse en Sophia, jullie kwamen prachtig aan schaatsen. Hoe vind je dit hier, Jesse? Heel leuk. Vind je dat ook, Sophia? Ja, maar het is ook wel leuk dat er dat beeld daar staat en dat je dan overal kan aan vasthouden als je niet kan schaatsen. Ga je hier veel schaatsen, denk je? Ja, want wij wonen heel dichtbij. Faya en Ginger, jullie zijn een tweeling en we zagen jullie al hele leuke oefeningen doen. Hoe doe je dat, joh? Gewoon leren. En vanaf toen 5 waren, toen zaten we nog niet op schaatsen, maar dan konden we het gewoon al. En hoe oud zijn jullie nou? Wat zei je? Hoe oud zijn jullie nu? 8. Robin Welop, jij bent van de evenementenmakelaar en jullie organiseren dat schoolschaatsen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat klopt. We doen het vanuit de buurt Sportcoach. We hebben alle scholen aangemeld of aangeschreven om mee te doen met schoolschaatsen. Vorig jaar groot succes. Dan gaan we 5 dagen per week, 2 weken lang, gaan we 3 uur schoolschaatsen. Hebben een volle bak. Dus alle scholen, ook alle 11e scholen in Beverwijk hebben aangegeven mee te willen doen. Dus we hebben zo'n 1500 kinderen krijgen we in 2 weken over de vloer. Krijgen ze dan nog les? Kunnen ze gewoon vrij schaatsen? Nee, het is in samenwerking met Kees Jonger doen we dat. Hartstikke leuk dat de ijsclub ook dit jaar weer meedoet. En dan hebben we altijd een tweedeling. Dus de kinderen die het willen leren, die kunnen dan met de docenten van de schaatsclub kunnen ze oefenen. En voor de andere kinderen die al een beetje behendig zijn, zijn het kleine spelletjes om met estafettes en dat soort kleine opdrachten te gaan schaatsen. Nou, geweldig Robin. Fantastisch initiatief. En wie weet dat er een nieuwe Sven Kramer tussen zit. Ja, dat hopen we wel. Dat hopen we wel. Dat zou leuk zijn.